Nou, ik ben bij de huisarts geweest, bij de gynaecoloog. Alles laten onderzoeken en alles is oké. Dus aan mij ligt het niet. Zou het niet gewoon lui zaad kunnen zijn? Mm-hmm. Ja, wat dat betreft doet je vader het beter. Hè, schat? Hè? Lieverd, heb je die fles nou nog niet open? Dat kan Martijn ook nooit. Zo. Maar ja, goed, kinderen zijn ook niet alles, hoor. Mm-hmm. Gelukkig stelt dat werk van Jeroen niet zo voor voor, dus kan hij tenminste voor Marlijn zorgen. Nou, tenzij je eigen baas bent, hè. Onze directrice bijvoorbeeld, die neemt haar kind vaak mee en dan geeft ze tijdens interne meetings haar gewone borst. Oh ja? Ja, fantastisch. Ja. Nou, ik ben toch blij dat Jeroen Marlijn doet, hoor. Mm-hmm. En hij vindt het ook heerlijk om te doen. He? Je vindt het heerlijk om te doen, hè? Ja. Nou, Martijn is ook helemaal gek met Treintje, hè? Mm. Hij heeft iemand nog gezien wat Ajax heeft gedaan, hè? Martijn, alsjeblieft nou. Zeg dat gelul over voetbal niet de hele weer, tijd. Vind ik het gezellig. Daar heb ik ook soms echt gek van. Hé, hey, maar goed. Maar wat vinden jullie nou eigenlijk van dat borstvoeding op het werk? Nou, ik vind het dus persoonlijk heel erg goed. Ja? Dat kan niet. Ja? Ja. Nou, ik zou het niet doen. Oh, ik zou er helemaal niet aan moeten denken. Nou, zeg maar onzin. Waarom niet? Ja, ik weet, ja, misschien heb jij dat niet. Ik ben altijd op mijn werk zo... Ja, precies. Ja, maar je moet dat ook wel scheiden. Nee, ik moet het niet. Ja, nou ja, ik vind het goed dat het er is, tuurlijk. Ik vind het goed dat het er is, maar ik zou er echt helemaal gek van worden, hoor. Ik neem wel even. Ja, hallo? Met zo'n golfapparaat waar je toch met je kop bij vergaat. Oh, ik dacht dat het volgende week was. Zit je in een afgesloten ruimte? Dan kunnen we nog meedoen. Oké, tot zo. Dag. Wat nou tot zo? Wie was dat? Ja, dat was Mirjam van de yoga. Yoga? Ja. Ja, we hadden ons opgegeven voor yoga en ik dacht dat het volgende week begon. Zo laat? Ja, nee, het is late night yoga. Ja. Jij ook, Martijn? Ja, ik ook. Wij alle drie, toch? Ja. En we moeten wel opschieten, want volgens mij gaan ze zo beginnen. Dus. Ja, tot hoe laat duurt dat? Van 10:30 tot 11:30. Dan zijn jullie voor 12 thuis? Ja. 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 Oké, bedankt. Ja, laat maar. Ja,